Iedere week is Leven en Leer in een andere wijk van Amsterdam te vinden, op zoek naar buurtactiviteiten. En in deze aflevering bezoeken we activiteiten die helpen om fit en gezond te blijven. En de wijk waarin we dat doen is Amsterdam Nieuw-West. Dit is Soran Abbas. Hij komt uit Irak en volgt Nederlandse les bij Mannencentrum Daadkracht. Vandaag gaat het om uitdrukkingen. Ja. Dus ze leren ons ook bepaalde uitdrukkingen, nieuwe woorden, grammatica enzovoort. Soran woont al enige tijd naar volle tevredenheid in Osdorp. En zijn favoriete plek is het water in het stadsdeel. Nou, op zich Slotterplaats, het is een hele mooie plek. Heel veel groen, het meer. Ja, dus hele mooie natuur. En vandaag gaat Soran met de wandelclub van Daadkracht het wekelijkse rondje om de Slotterplas maken. En dat is lekker gezond. Wat doet wandelen met jou, Soran? Nou, dat geeft mij een hele goede gevoel. Ja? Ja, ik moet constant in beweging blijven. Dat is heel goed voor je lijf. Ja. Ja, soms doe ik het heel rustig aan met muziekjes erbij. Dus voor mijn ziel, het is heel goed. Ik vind het hartstikke fijn. Dat geeft mij genoeg energie. Daar word ik ook jonger en sterker van. Vandaag wandelen ze met een klein clubje. Ze zijn met z'n vieren. Twee willen er liever niet in beeld. Maar er wordt met volle teugen genoten van de natuur en de goede gesprekken. Zoals jij ziet, onderweg gaan we ook met elkaar even babbelen over allerlei onderwerpen. Ja, er wordt hier over alles gesproken. Over namen van waterdieren, eten en politiek. Dat zijn neelgans. Oh ja, die zijn neelgans en dan is er meer. Okay. Dus van alles nog wat. Ja, dat maakt nog de wandeling prettiger. Ja, er wordt veel besproken. Dus ja. Het is ook gespreksoefening, conversatieles. Precies, ja. Vooral voor mij het is heel nuttig, want ja, het is zeg maar een soort oefening voor conversatie. Daar leer ik ook een heleboel dingen van. En waarom wandelen, Willem? Wandelen, het is bewegen. Het is een lange wandeling. Dus er worden veel calorieën verbrand. Het is goed voor de bloedsomloop. En ook goed voor, het is rustgevend, wat je hoofd weet. Is het nog ver? Het is nog zeker een uur wandelen. Ja. Nou, daar het is een fitnesstoestel. En de overkant heb jij ook nog eens. Hè? Dus twee. Je hebt er twee. Kosteloos, gratis. Ik persoonlijk kom ik heel vaak met de fit. Even optrekken en allerlei andere fitnessoefeningen doen. Ja, dat is ook heel goed. Hele goede oefening. Nu is het een mannenclub, hè, de wandelclub. Ja. Waarom is dat? Nou, er zijn al heel veel centra voor vrouwen. En eigenlijk op dit moment zijn er maar 5 mannencentra in Nederland. En dan blijkt dat sommige mannen toch behoefte aan hebben om naar een plek te gaan waar ze andere mannen kunnen ontmoeten. En daardoor worden ze geactiveerd eigenlijk om wat meer actiever te worden in de samenleving. Nou heren, het rondje zit erop, hè? Ja. En als ik nou zelf mee zou willen lopen met jullie, waar moet ik dan aan voldoen? Nou, u dient in ieder geval het aan te kunnen, dus 6 kilometer lopen, dat moet geen probleem zijn. Het is wandeltempo, dus in principe kan iedereen het. En je kunt dan met ons meelopen volgende week woensdag om 3 uur 's middags vertrekken we vanaf Merenvaart 290 het talentenhuis. Iedereen mag het meedoen. Op zich, het is gratis. Het is ook heel goed voor je lichaam. Wilt u ook aan uw gezondheid werken? Ga dan naar www.leefenleer.nl en klik op gezondheid. Hoe is het in Amsterdam Nieuw-West gesteld met de gezondheid? We gingen op de markt op het plein 4045 op onderzoek uit. U verkoopt niet zo'n heel gezond product, hè? Ik verkoop een heel gezond product. Toch wel? Ja, ik verkoop verse aardappels. Ja. Die zelf schillen. Ja. Voorbakken, afbakken in plantaardige sojaolie. Oké. Okay. Dus volgens mij is het vrij gezond. Toch wel? Ja. Wat doet u nu gezond, hè? Heel af en toe sporten, maar dat is niet veel momenteel. Nee. Ik let een klein beetje op het eten, maar dat is ook op dit moment niet zo geweldig. Nee. Zo, dag meneer. Hallo, goeiedag. Kan ik hier terecht voor een gezonde maaltijd? Ja. Hoe komt dat zo? Alles is schoon en we hebben bijna één man staan hier. Ja. En alles halal. Ja, kroketten, alles falafel, alles halal. Vroeger heb ik problemen met gezond, maar niet nu. Nu niet meer. Wat had u vroeger, was je vraag? Ja, tuurlijk. Vroeger heb ik epilepsie.
epilepsie. Ja. Maar dat is voorbij. Ja, meer dan 2 jaar heb ik geen aanvallen. En kapsalon, is dat wel gezond? Ja. Ja. En leeft u zelf een beetje gezond? Ja, elke dag lekker gewoon groenten, een stukje vlees, ik drink melk, drink geen alcohol, rook niet. Dus. Ik ben op de sinds een maand zit ik op een sportschool, want dat is wel even nodig. Ja. Want het gaat allemaal goed. Ja, ga je nou mijn buik filmen? En werkt het al een beetje? Nee. Nee, maar dat gaat nog komen, ongetwijfeld. Succes daarmee. Oké, dank je. De intentie is er in ieder geval. Nou. Fijne dag nog. En sporten. Ja. Het is een gezellige boel in het Huis van de Wijk in Slotermeer. De dames van Kookclub Koken met elkaar zijn bij elkaar gekomen voor hun wekelijkse culinaire festijn. Onder leiding van Halima Shafouk Idrissi worden de heerlijkste maaltijden in elkaar gezet. De menu van vandaag is het groentesoep en Marokkaans pannenkoek en ook briwat. Nog iets zeg maar, met kip, die heet eigenlijk met Arabisch taal of Marokkaans taal, le briwet. Maar de kookclub van Halima, waar de meeste leden liever niet met hun gezicht in beeld willen, is bijzonder. Er wordt namelijk heel gezond gekookt. Het is heel belangrijk wat betreft olie, boter, ook vet die zit gewoon bij je vlees of kip, dat doe ik gewoon weg. Ja, doe ik van alles. Ik red met alles, weet je. Mijn best doe ik wel en ik hoop dat gaat lukken. Ja. Maar wat hoor ik eigenlijk? Dat iedereen is zeg maar, blij en tevreden met alles. Ja, dus dat, je kunt gezond eten, ja, terwijl ja, het toch heel lekker is. Ja, zeker. Met smaken. Maar zo nu en dan sluit er toch iets wat ongezonds de keuken in. Is het niet een beetje vettig wat ik daar zag? Die een beetje. Klein beetje, niet veel. Maar alleen maar voor 1 keer in de week of 1 keer in 2 weken is niet erg. Maar als je bijvoorbeeld elke dag doen en gebruiken, dan is het gewoon wel lastig voor het gezond. Ja, ja. Maar 1 keer in de week vind ik niet erg. Met mate? Ja, precies. Zo hoort het. Ja, met alles. Hè. Maar dit is wel gezond? Dit is wel gezond. Er zitten geen dingetjes, allemaal groenten door elkaar. Okay. Ja, en kruiden. Ja, ja. Gelukkig loopt Anissa vandaag ook rond in de keuken. Die kun je namelijk een gezonde boodschap toevertrouwen. Ik hoorde dat jij hele goede boodschap hebt gehaald. Hè? Wat is dat precies? Ja, dat is voor mij boter. Het is vandaag een hele gezonde dag. Omdat het een gezonde dag is. Ja. Het Huis van de Wijk juicht initiatieven zoals deze kookclub toe. Ja, we proberen natuurlijk mensen zoveel mogelijk te stimuleren om een gezonde leefstijl te hebben. En daar hoort ook bewegen bij, maar ook gezond koken. Ja. In het buurtcentrum zijn ook andere activiteiten die de gezondheid stimuleren. Bijvoorbeeld taekwondo-lessen voor verschillende doelgroepen. Er is yogales voor mensen met een beperking. Zwangerschapsyoga. Halima merkt zelf ook het effect van gezond eten. Ik ben afgevallen, 8 kilo ben ik afgevallen. Dus, Het werkt, hè? Ja, zeker. Ja. Ja. Nadat de laatste hand aan de soep wordt gelegd, kunnen de dames aanschuiven aan tafel voor een gezonde hap. Nou, dames, bismillah, hè? Ja, bismillah. En terwijl er wordt gegeten, doet Halima in de keuken nog een beetje aan wat gezonde beweging. De afwas. Wilt u ook gezond koken? Ga dan naar leefenleer.nl en klik op Eten en Weten. Hartsvriendinnen en taalambassadeurs Wil en Riek zijn natuurlijk ook in Nieuw-West te vinden. Ze ondernemen iedere week een andere activiteit. Deze week zijn ze bij Vrouw in Vaart, waar ze met andere dames uit de buurt de handen uit de mouwen steken in de moestuin. Ja, van hartelijk welkom bij Vrouw in Vaart. We gaan zo meteen beginnen met de uitjes. We gaan meteen aan de slag. Nou, je heeft de schep, je hebt de trek. Ja, de hark. En dan gaan wij Stijn meteen beginnen. En ik laat jullie gewoon zien hoe wij hier werken in de tuin. Oh, lekker Wil. Ze zijn daar al met postelijn aan het plukken. En wij gaan de uitjes doen. Ja. Even de kool. Zo. Nou, zo. Dat is onkruiden. Gewoon weg. Dat is allemaal onkruiden. Ja. Dan gaan we weggooien. Dit is onkruid. Ja, het is gewoon onkruid. Als het gaat regenen, dan gaat het bloeien, anders 2 weken. Dan heb je echt een... Heb je weer een goed
rozen. Nee, dat is salotjes. Oké. Okay. Ja. Voor wie is Groenevaart eigenlijk? Groenevaart is van Vrouwenvaart. Oké. Okay. Ja, voor iedereen. Iedereen die wil in de tuin werken. Ja. Ja, die kan gewoon even contact opnemen met Vrouwenvaart en komt hij gewoon hier. Oké. Okay. Maar iedereen is welkom. Oké. Okay. Dus. Nooit wordt het moeilijk gedaan. Nee, dus nee, toch? Iedereen die wil in de tuin werken, van hartelijk welkom. Oké. Okay. 4, 5 jaar al hier. Maar het is al 2 jaar dat ik bij de tuingroep hoor. En anders was ik bij de andere afdelingen. Heel leuk. Heel leuk. Echt leuk. En waarom? Omdat het gewoon ja, heel gezellig is. En omdat het allemaal vrouwen onder elkaar is. Dus je kan ook, behalve dat je tuinkennis deelt, kun je ook... vrouwen dingen met elkaar delen. We hebben het over ook eten koken, dus eten maken is ook heel belangrijk. Ja, en wat gewoon super gezellig is. Nou, eerlijk te zeggen, ik voel Vrouwenvaart als mijn tweede huis. Juist. Ik heb heel veel dingen geleerd, zoals de taal, sport, hoe ook met mensen omgaan. Hier hebben wij binnen, hebben wij van die warmte, weet je, ja. Van respect, iedereen helpt de anderen. Dus wij hebben echt een leuk centrum. Ik ben echt blij van Vrouwenvaart. En die bosuitjes die we gezaaid hebben, wanneer komen die uit en wanneer kunnen we ze eten? Binnen 6 weken zijn van de rijp. En dan komen jullie gewoon langs en ik ga voor jullie een salaat van maken. Of ik doe het vaak met aardappels. Het is echt een heerlijk salade. Oké, okay, nou dan maken we een afspraak met je en dan bellen we je op. En dan komen wij met z'n tweeën gezellig bij jullie eten. Ja, graag. Dus, ja, bedankt. Sorry. En ja, tot kijken. Tot kijk. Blijf komen. Dit was alweer de laatste Leef en Leer van dit seizoen. Alle informatie over deze en voorgaande afleveringen vindt u op www.leefenleer.nl. U kunt er ook terecht voor verschillende oefenprogramma's. We gaan vandaag een baan proberen te versieren. Wat moet ik versieren? Ik ben eigenlijk altijd met mijn kopie met de mode meegegaan. Onze eten, wij noemen Bagali Polo. Broccoli? Nee, broccoli. Broccoli.